Ja, het is natuurlijk 10-10-2010. En ja, voor de gemeente Rozenaal betekent het gewoon hard werken vandaag. Want we hebben vandaag 6 bruiloften. Ook Jan en Fiona stapten in het huwelijksbootje. Ja, 10-10-10, hè? Ja, wij hebben iets met 10. Het cijfer 10 speelt naast hun trouwdatum nog een grotere rol in het leven van Jan en Fiona. Ja, voor ons wel. Zeker ook voor mijn vriendin. Het had 10 jaar geduurd voordat wij weer samen kwamen. Ook op een nummer 10 gewoond ik, heel vroeg in Vlaardingen. Nummer 10, ons tweede adres die we in Rozenaal hebben. Dus ja, dat allemaal samen is 10. Het getal 10 is wel heel bijzonder voor ons. Ja. De datum alleen was nog niet voldoende. Ik had zelfs nog geprobeerd om 10:10, dus 10:10. Maar dat lukte niet. Dus vandaar 12:00. Maar dat helemaal mooi geweest, maar dat ging niet lukken. Nee. Wat is er volgens jouw antwoord? Ja, Jot. Normaal wordt er nooit getrouwd op zondag, maar de gemeente maakte voor deze keer een uitzondering. Wat is erop jouw antwoord? Ja. En ik denk ongeveer 1,5 jaar, ja, 20 maanden heeft geduurd voordat ik toestemming kreeg. En dus ja, was geloof ik in april zo'n beetje, wat ik pas op toestemming kreeg om vandaag te mogen trouwen. En als je dan een cijfer zou mogen geven voor de mooiste dag van je leven, dan is het een... Ja, een 10. Maar laten we het een 10 houden. Ja, laten we het 10 houden en waar we lekker met een 10 naar huis gaan. Een 10. 10-10-10. Ja, 10. Of een 10 plus, dat moeten we even. Maar in ieder geval, tot dusver is het een 10. Ja, absoluut. Yeah!